Helmond Sport thuis tegen Jong AZ. De ploeg uit Alkmaar in het blauw. Met Griffith hier op het middenveld. De bal gaat naar Alouche. Die scoorde maandagavond zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. Alouche loopt trouwens slim door hier. Kan dan aannemen en scoort zijn tweede in het betaald voetbal. Zijn tweede binnen een week. Dat is nu goed nieuws voor Suleiman Alouche. Maakte kort voor tijd de 3-1 tegen MVV. En scoort nu heel vroeg in de wedstrijd uit bij Helmond Sport de openingstreffer. Zet de aanval zelf op, loopt dan door. Ja, dit lijkt me niet helemaal bewust, maar hij valt wel binnen. Achter doelman Mike Haverkotte. 1-0 dus voor de ploeg van Maarten Martens. Helmond Sport, de ploeg met sinds deze week 15 nieuwkomers. De 15e is Hakon Lorentzen, een Noorse spits die nog niet in de basis begint. Want die trainde nog maar 2 keer mee. Helmond Sport gaat wel meer de aanval zoeken, de ploeg van Sven Swinnen. Met hier Bossiers. Die krijgt de bal terug van Liefting. Bossiers, handig steekballetje. Daar is Martijn Kaars. En dit is een heerlijke aanval. En het is ook goed voor de 1-1. Martijn Kaars, de man die kwam van Volendam met de gelijkmaker. Bossiers, lekker steekballetje. Kaars gelooft daarin. En legt hem dan fraai achter doelman Westerveld. Het is een terechte gelijkmaker hier in Helmond. Waar Jong AZ, als het kan, toch vooral ook probeert om aan te vallen. Met bijvoorbeeld deze poging van Fedde de Jong. Jong AZ begon vorig seizoen uitstekend aan de competitie. Het won de eerste 4 wedstrijden en stond zelfs na 7 wedstrijden nog bovenaan in de keukenkampioendivisie. Het eindigde uiteindelijk als 12e. Ondertussen de thuisploeg met Kaars. Die legt de bal breed. Is ruimte voor het schot voor Peter van Ooyen. Maar die loopt nog even door met de bal. Dan is daar Kaars nog. Maar is dit een bal die makkelijk te verdedigen is? Jong AZ won hier vorig seizoen met 2-1. De winnende toen in blessuretijd van Zico Buurmeester. Vandaag een van de 2 verdedigende middenvelders. Hier is Buurmeester. Legt de bal breed. Buurmeester opnieuw. Nee, het is Koopmeiners. Maar ook hij krijgt die bal niet echt bij een medespeler en ook niet op het doel. 1-1. Halverwege hier op de braak in de tweede helft. Zal Helmond Sport natuurlijk met al die ambities wat meer risico nemen. En komt hier een kans voor Peter van Ooyen? Of is die kans voorbij? Nee, uit de draai schiet hij de bal alsnog in het zijnet. Deel van het publiek dacht even dat dit een doelpunt was. Maar het schot gaat dus naast. Liefting, belangrijk. Het rondspelen, de opbouw. Met een belangrijke rol vaak voor Gaëtan Bossiers. En hier Jarno Lyon. Zo zijn we aan de rechterkant waar deze voorzet bijna gepromoveerd wordt tot een doelpunt door Martijn Kaars. Die krijgt die bal nog heel knap richting het doel. Wereldactie, maar ook een hele goede redding daar van Sam Westerveld. Helmond Sport dringt aan. Maar hier plotseling heel veel ruimte aan de andere kant met Iman Griffith. Griffith houdt het over zich. Daar is Reversson en daar is de 2-1 voor Jong AZ. En zo is voetbal niet altijd rechtvaardig, want het is tegen de verhouding in. Maar dit is wel een prima uitgespeelde counter, zeg. En de eerste in het betaald voetbal voor Daminus Reversson. 18 jaar nog maar. Zo is het een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Alhoewel deze man, Sven Swinnen, daar anders over zal denken. De trainer van Helmond Sport wil natuurlijk voorkomen dat er opnieuw verloren wordt. Zou niet passen bij de ambities van Helmond Sport dit seizoen. Voorzet van rechts wordt ingekopt. Het is allemaal niet genoeg om echt heel gevaarlijk te worden. Jong AZ dan weer. Griffith. Een van de gevaarlijke mannen bij Jong AZ. Maar deze bal wil hij in de verre hoek krullen. Het is te makkelijk om Mike Haverkotte te verschalken. En zo lijkt deze wedstrijd in 2-1 te eindigen voor Jong AZ. Maar is hier plotseling kort voor tijd enorm veel ruimte voor Robin Lathouwers. Lathouwers kijkt, schiet dan zelf en schiet raak. Dat is nog een bonusdoelpunt voor Jong AZ. Nadat het lang onder druk stond.
Haverkotte zag daar niet helemaal goed uit, want hij valt achterover als Lathouwers de bal eigenlijk gewoon door het midden schiet. En zo wint Jong AZ opnieuw, dit keer met 3-1.